Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Aangenaam. Aangenaam. Welkom in de Withoeve. Okay, aangenaam. Aangenaam. Kan ik u iets aanbieden om te drinken? Nee, hoeft niet. Dat is vriendelijk. Dank u wel. Voilà. Mag ik u voorstellen, onze kok, Kobe. Goedemorgen. Amai, stevige handdruk. Ik hoop dat ik er zo oké uitzie. Ja, ja, je ziet er perfect uit. Ah, super. Ja. Bon, het gaat niet over mij, het gaat over het lekkere eten. Ja, dat is waar. Zullen we eraan beginnen? Dat is goed. Zeg maar hoe dat je ons wilt. Ik stel voor dat Kobe misschien eerst de filosofie en ook de streekproducten van de Withoeve een beetje voorstelt en dat je dan met die producten een gerechtje maakt. Oké, okay, klinkt goed. Het is langs hier. Ja, maar lach maar, man, want dit is wel mode. Hè? Ja, ja. In Parijs heeft nu dat niet iedereen dat al aan. Hè? Ja, dat is wel. Wat nonsens, ik had het niet herkend. Ah, maar ja, oh. Jij bent verkleed als man en ik als vrouw. Maar tot verdikken de gasten in ons collega gaat, zeg. Ja, maar ik zie er wel veel sexier uit, hè. Dat is waar, ja. Nee, dat is geen probleem. Verbijtstraat nummer 18. U kan daarop rekenen. Ja, goeiedag. Verbijtstraat. Ah, goeiedag. Kan ik u helpen? Ja, ik zag dat ze hier een nieuwe taxichauffeur zoeken. Ja. Ah, wel, dan heb je hem gevonden. Ah, u bent gezonder, toch? Interim bureau. Ah, oké. Okay. Secondje. Frank? Ja, Simon, zeg het eens. Kun jij nu direct naar de Verbijtstraat, nummer 18? Hela, ik zit wel in een auto, niet in een vliegmachine. Kan de Sven hier rijden? Nee, de Swadien is al onderweg naar Bergen. Dan gaan wij die klant moeten teleurstellen, hè, Frank? Wacht eens. Vraag dan de Leo dat hem niet wil inspringen. Gewoon de concurrentie toch niet rijk maken, zeker? Ik kan anders wel binnen 5 minuten in de Verbijtstraat staan. Hè? Ja, maar ja, we hebben nog niet eens geklapt of zo. We moeten toch wat zaken. Nee, klappen dat kunnen we later wel. Bon, ik zag hier een auto staan. Deze zijn de sleutels. Ik zal dat doen. Die sleutels, die hangen... Verbijtstraat nummer 9. Zeg, Marike, heb je dan lang getraind voor je triathlon? Ja, ik heb er heel lang en keihard voor moeten trainen. Maar daarvoor heb ik nog diepzeeduiken gedaan. Ja? Ja, heel leuk. En jij, wat zijn uw plannen eigenlijk? Ik ga me hier eerst nog wat nuttig maken en dan ga ik terug sportkop doen. Oh, super. En rolstoelbasket, is dat niks voor u? Ja, misschien. Dat is echt een max, daar ben ik mee begonnen. Oh. Hallo, hi. Hey, schatje. Marike Vervoort, kent jij? Ja, als ik nee zeg, is het dan een gat in mijn cultuur? Ja. Ze heeft vorig jaar meegedaan aan de Ironman in Hawaii. Ah, amai, proficiat. Hey, ik ben Sebastiaans. Ah, hoi. Ja, en ooit gaan wij ons drinkje nog zover krijgen. Hè. Ja, ik weet niet. Sam, hoe is het nu met Sonja? Ça va, het zag er gewoon erger uit dan dat was. Oh, oké dan. Ik ga naar de fitness, hè. Tot straks. Tot straks. Salut, hè. Jullie moeder, hè, dat was een heel schoon mens. Zowel in deugden als in de breedte. Zijn we nu nog altijd aan het praten? Pardon? Nee. Kende je als moeder dat, meneer? Maar dat lang niet. Je gast is zo zot als een achterdeur, dat zie je toch. Ja, maar geile zijn een stuk of 20 niveaus lager bezig, hè? Jongen, moeit u eens niet. Zatlap. Zatlappen en zotten zeggen de waarheid. En ik ben zat en zot, dus ik ben ongeveer onfeilbaar. Schoppen. Ai. Mijn moeder weer een piep op ons dak. De reden die je denkt dat hem de plezantste is thuis. Waar de dood toont zijn gezicht, daar is confetti niet verplicht. Amai. Stefan de Zeiker. Ja, er gebeuren rare dingen. Sterkte. Dank u. Stap. Ja, zeg, zullen wij ze dan nooit meer zien zo? Dag, nog een goede avond, hè. Kom, Samson. Ja, dank u. Ja, nu wel eens waar. Zeg, dat was toch in Aruba, hè? Nee, Santo Domingo. Santo
Allee, ja. Dat was die cruise met al die oud-militairen. Oh, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, avondeten om 6:30, ja, niet om 6:35. Oh. Natuurlijk. Zeg, is de rondleiding u bevallen? Ah, ja, 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 absoluut. Zeg. Het is een prachtige zaak, hè, de Fit & Fans. En wat zo plezant is, is dat we Werner nog eens terugzien. Ja, ja, dat zal wel. Maar de grote attractie van de zaak moet ik u nog voorstellen. Ah, ja, ja. Ah, we zijn benieuwd. Voilà, hier is ze. Martin Lefever, ja? Mijn zakenpartner. En ook mijn allerliefste vriendin. Hé, hey, dikke provinciat. Hey, mooi. Dat maakt mij verlegen. Allee, zeg, je moet met de kuur beginnen, want ik ga de zaak een half uur vroeger sluiten. Wegens de benefiet, hè. Ja, ja, natuurlijk. Dat is voor u. Smalleke. En hier een glas. Oké, ça va. Okay. Goed weg, Hugo. Ik wel, maar voor Nicole is dat een ander paar maal. Ah. Kan we niet beginnen, show? Allee, schattig. Wat geeft dat nou toch toe? Hoe we wegvinden, dat is nou niet bepaald hoe we sterkste kaart. Okay. Schatje. Ah, bol, zeg maar, kom. Die is langs hier. Nee, nee, Hugo. Is langs daar, hè? Oh, zit je zeker? Ja, ja, kijk, ik werk hier toch al een tijdje. Ja. En dan zijn de kik degene die altijd verloren loopt. Ah ja, bij mij, bij maar. Zeg, is dat bijna gedaan? Klein jong alle twee. Gered om de beurt, ze was afgesproken. En dat is dat. Het is goed, meneer. Ja, luister. Nee, jong, zeg jij. Goedendag. Kan ik u helpen? Het is al in orde. Ik herken meneer daar. Ik denk dat ik mijn handtas in uw taxi heb laten liggen. Uw handtas in mijn taxi? Ja, dat is nou wel een moeilijke affaire. Dus. Ja, het is anders ook niet mijn gewoonte, hoor. Maar ik denk dat het is gekomen door al die commotie die er geweest is. Commotie? In onze kush? Ja, de Swaas en een taxi is hier niet. Die is in de garage, want die moest gerepareerd worden. Trouwens, de ander ook, want ze hebben alle twee een accident. Is dat uw klant die jij moest oppikken? Ja, daar kan ik me aan meer op leren. Ik heb nog een shock. Meneer was inderdaad mijn chauffeur. Een zeer vriendelijke man, trouwens. Ja. Ja, dat zal wel. Kom even mee. Ik zal uw telefoonnummer geven van die garage, dan kunt u eens bellen. Juffrouw, nog een keer, 1000 keer een excuus. Excuus voor heel dat fijne en ook voor dat spul rond uw nek. Want ik kon... Oh, dit? Ja. Maar dat is niet erg. Integendeel. Mijn agentschap heeft mij direct geboekt voor een fotoshoot. Met alleen nog maar de kraag om. Ik ben thuis, waar iedereen...